Over 2 weken begint het schaatsseizoen. Dan gaan we los met het NK afstanden. De eerste echte kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Want het is een Olympisch seizoen. En in zo'n Olympisch seizoen staat iedereen op scherp. En dat zie je nu al, want nu wordt er overal getraind. En zijn er overal al trainingswedstrijdjes. En de tijden vliegen je om de oren. De meest bizarre tijden. En om jullie een beetje een wegwijzer te maken in al die mooie tijden, heb ik eigenlijk een top 3 gemaakt van het afgelopen weekend. Ja, dan moet je wel over dit weekend hebben, dus niet over vorig weekend. Dus Kjeld Nuis, vorige week 1-0-8-2, Barecor Insel, gaan we niet over hebben. Nee, dat was vorige week. Michel Mulder, eerste 34er weer sinds 2,5 jaar. Ja, was ook vorige week. Dan is 35-73 heel goed, maar niet zo bijzonder als 34. Dus jij komt ook niet in die top 3 voor. Wie komen er wel voor in die top 3? Dat zijn natuurlijk echte giganten. Laten we beginnen met nummer 3. Nummer 3 is namelijk Kai Verbeij. Ik zet hem even hier neer. Kai Verbeij, de wereldkampioen sprint. Hij reed een fenomenale 1000 meter in Deventer. Op de Schech, op mijn thuisbasis. Hè. Mijn baan waar ik zelf heb leren schaatsen. En die baan bestaat volgend jaar 25 jaar alweer. 25 jaar bestaat die ijsbaan. En er wordt natuurlijk altijd de traditionele IJsselcup gereden. Die was het afgelopen weekend. Beetje vergeten wedstrijd. Jammer. Maar hij werd wel gereden. En Kai Verbeij reed 1.09 op de 1000 meter. Is echt waanzinnig hard. Als je dan ook nog bedenkt dat het gewoon heel erg warm was. Het was 20 graden boven nul. Water op de baan. Half overdekt. Als je dan 1.09 rijdt. Fantastisch. Fantastische tijd zou je zeggen. Nummer 1. Maar is het niet. Want er werd nog veel harder gereden. Ergens anders. In Insel bijvoorbeeld. In Insel reed iedereen hard. Maar dan heb ik ook weer even een top gemaakt en dan de nummer 2 van dit weekend. Dat is dan namelijk Koen Verwij. Ons enfant terrible, maar wel een fantastische schaatser. En ik ben zo blij dat hij weer terug is. Hij reed 1.44.70 op de 1500 meter. Hij versloeg daarmee Sven Kramer, die vorig jaar heel goed was op alle 1500 meters. Maar dat moet je ook wel, als je Koen Verwij heet, dan moet je natuurlijk eigenlijk Sven Kramer verslaan. Heeft hij nu gedaan. En 1.44.70, als hij dat nou over de 4 maanden rijdt in Korea, haalt hij gewoon Olympisch goud. Dus Koen Verwij is weer helemaal terug met 1.44.70. Maar dan de winnaar. De absolute winnaar van deze week is dan wel geworden. Ja, de man die het eigenlijk al jaren is, die al een heel decennium eigenlijk het schaatsen domineert. En ook weer in dit nieuwe seizoen laat zien dat er allemaal maar met één man rekening moeten houden. Dat is namelijk Sven Kramer. Sven Kramer heeft natuurlijk overal gereden, is de koning van de 5 kilometer. En als hij dan een trainingswedstrijdje rijdt in Insel, rijdt hij gewoon een barecor. En dat is heel knap. Dus heel knap. 6:11:40 in Insel is een fantastische tijd. Als je ook bedenkt dat hij al zoveel 5 kilometer daar gereden heeft. En al zoveel mensen daar ook gereden hebben. Dat niveau hoog is daar. En als je dan met je eerste wedstrijd meteen een klap wil uitdelen, heeft hij gedaan met 6:11:40. Dus jongens, het wordt een prachtig schaatsseizoen. Het wordt echt geweldig. Als dit zo doorgaat het hele jaar, dan gaan we hele mooie tijden beleven. En ik ben nog even iets vergeten natuurlijk. Want naast de schaatsen wordt er natuurlijk ook gevoetbald. Feyenoord Ajax in de Kuip. Wat gaat het worden? Nou, als Feyenoord de 0 al houdt tegen PEC Zwolle, dan moet het ook wel lukken tegen Ajax. Dus ik denk dat het een hele mooie, spannende 1-0 wordt voor Feyenoord.